De Michael Barendse Show. Jullie lijken wel weer een jaartje ouder ten opzichte van vorige week. Is dat zo? Nou, bedankt. Ja, John lijkt nu op... gaat alweer richting de 50. Voordat we echt gaan beginnen met het serieuze gedeelte van de show. Ja? Hebben we dat? Nee, eigenlijk niet. Maar Ali? Ja? Jij bent ons een getalletje schuldig. Ja. Nou, ik heb het niet gered. Nee, de grafiek die zet door, hè? Ja. En ik zie dat de koers van de bitcoin wel weer is gestegen. Dus het gaat niet meer... gaat niet meer gelijk op. Nee. En echt weer op een andere tour nu? Ja. Dus je vergelijkt jezelf weer met bitcoin, hè? Ja, het is ongelooflijk. Een bijzondere man. Maar is er wel nog wat van afgegaan, of... Nee, de anderhalve kilo die ik dus had verloren, die is er gewoon weer bij. In één week? In één week, dus je hebt er 3 weken over gedaan om 1,5 kilo kwijt te raken. En binnen 1 week heb je dat alweer... Maar zo snel kan het gaan, hè? Ja, jongens, het is vandaag dinsdag 30 januari 2024. De dag dat... Ja, dit is even een klein emotioneel momentje. Na 113 afleveringen in de avond... komt er een einde aan de Michael Barendse Show. Gaat het ook een beetje met je, of niet? Nou, dit is wel even een pittige. Een dingetje. Ja. Maar ik moet wel gelijk erbij zeggen... het is niet dat wij gaan stoppen, natuurlijk. Wij gaan onder een andere naam verder. En wij gaan straks bekendmaken welke naam dat is. De Michael Barendse Show presents... Hit or Shit. Iedere week komen wij met nieuwe muziek. En deze keer is het een lekker zomerse plaat. Wij zijn benieuwd, wat vind jij van deze plaat? Stemmen kan via onze Instagram, @ de Michael Barendse Show. En deze keer, de titel is een beetje gek. Maar het nummer, het geeft wel een zomerse vibe. En meer ga ik er niet over zeggen. Einde van het eerste uur gaan wij onze mening geven. En dan hebben we ook de uitslag van de Hit or Shit. Stemmen kan nogmaals via ons Instagram, @ de Michael Barendse Show. En de Hit or Shit van deze week is Cario, Team Rush Hour en Leon Big Mao met Tingeling. In het land der pizza's is een nieuw fenomeen. Hij haalt snelheidscamera's neer. Via social media heeft hij er al 15 opgeëist. Hij is een grote volksheld. Het is de enige echte Fleximan! Een nieuwe film. Nou ja, het is bijna een filmscript inderdaad. Maar Fleximan, die is behoorlijk opdreven in Italië. En die wordt echt gezien als een soort volksheld, hè? Ja, wat is dat eigenlijk, een Fleximan? Ja, een Fleximan. Nee, dat is eigenlijk afgeleid van het Italiaans. En van het woord flessibile. Ja. En dat staat er eigenlijk voor een soort haakse slijper. Nou, wat doet hij met die haakse slijper? Daar haalt hij gewoon flitspalen mee. Die zaagt hij gewoon even doormidden. Zodat ze niet meer werken. Nou, voor hem is het gewoon dus iedere dag oud en nieuw. Ja, hij plaatst een opblaas inderdaad. Inderdaad. Ja, hij wordt er echt als een volksheld gezien, hè? Ja, nou ja, als er eentje in Nederland zich geroepen voelt om dit te gaan doen dan. Hey, lok je nou niet uit. Nou ja. Straks hebben wij het gedaan. Ja, dat vind ik helemaal prima, want ik heb van de week gewoon weer een boete binnengekregen. Oh, echt? Ja, joh. Ik word er zo krankzinnig van. Aan wie ligt het dan? Een flitsbal van jou? Nee, dat is die flitsbal. Ja, precies. Nee, maar kijk. Die stond in de weg natuurlijk. Nee, dit, ik zal het even uitleggen. Ik rijd altijd op cruise control, omdat ik anders te vaak te hard ga rijden. Ja. Maar hier dacht ik dus gewoon dat je 60 mocht. Dat stond gewoon in mijn navigatiedingetje, 60. Ja. Cruise control, 60. 60. Geflitst, op 60. Je mocht er 50. Wist je trouwens dat jij op Justin Timberlake? Ik? Oh, wauw. Hij hoort er weer niet. Justin Timberlake? Ja, ik laat hem even bezinken misschien. Nou, terwijl jij daarover gaat nadenken, ga ik in ieder geval de luisteraar even vertellen. Je kan nog maar... kleine 3 minuten stemmen op de Hit or Shit. Dit is de uitslag van de Hit or Shit. Deze track is een... hit. Met 70%. Hartstikke. Lekker hoor. Ja. Oftewel 70% van de luisteraars willen dus dat wij het nummer Tingeling vaker gaan draaien van Team Rush Hour. Ja, en eigenlijk dat wij... misschien hadden we vandaag wel een klein beetje al... een voorzetje geven wat wij ervan vonden. Ja, en de luisteraar heeft altijd gelijk, hè? Nou ja, vorige week niet, want jullie waren het met z'n tweeën... vorige week echt totaal niet eens met de luisteraar. Maar kunnen jullie deze week wel invinden? Zeker. Ja, unaniem, zeker. Unaniem met z'n tweeën? Ja. Anoniem. Anoniem, ja. Nou ja, natuurlijk, jongens. Lekker zomers nummertje. Ja, dat doet het sowieso altijd wel goed. Ik krijg in de winter. Ik word daar gewoon warm van. Bobbeling, bobbeling, bobbeling. Oh, ja. Nou ja, ik denk, waar gaat dit naartoe? Ik denk, ik laat het heel even gaan, maar...
Wat? Nee, je moet me niet laten gaan, hoor. Nee, hij wordt echt warm, hè? Het is gelijk. We moeten die ketting maar even wat strakker leggen, want dit gaat denk de verkeerde kant op. Nee, maar lekker zomers. En ja, ik vind het altijd wel lekker dan als je dan in de winter gewoon zo'n zomers plaatje weer hoort. Dat neem je dan wel weer even mee. Ja, zeker. En als je dan ook 's middags hoort, soms heb je ook natuurlijk wel eens ook, net als de afgelopen dagen, kan het best wel zonnig zijn. Vandaag wat minder, maar de dagen ervoor was het best wel zonnig. En dan zit je lekker in je auto, ben je aan het rijden en dan, dan is het wel gewoon warm. Hè? En dan is het zo'n plaatje. Ondanks dat je winterjas aan hebt, dan word je toch eventjes in je bikini gegeven. Ja, lekker op 30 graden zetten, lekker. Nee, dat is bij John. 28 graden was het toch? Ja, dat was toen. Dat is nu niet meer. Ja, dat was toen. Oh, hoeveel graden staat het nu? Weet je echt weten? Ja? 23. Oh, dat is 5 graden minder. Ja, wat is eigenlijk een normale temperatuur voor je auto? Volgens mij is het gewoon. Mijn auto staat standaard op 22 graden. Kijk. 23, 22. Bij mij staat het standaard gewoon 20. Op 20? Ja, en als het echt koud is, dan zet ik hem naar 21. 21,5. Ja, maar ik heb je ook nooit een jas zien dragen. Nee, jij bent echt wel een bijzonder geval. Ja, dat bijzonder noem je niet bijzonder, dat is speciaal. Zo werd dat vroeger genoemd, ja. Dat is waar maar, Nee, ja, dat kan best wel zo zijn. Maar hoe hoog staat de vorm bij jullie thuis dan? Staat hij ook op 23 graden? 22. Oké, dus in je auto moet het warmer zijn dan thuis? Ja, gek genoeg wel. Ja. Oké, en bij jou? Bij mij staat hij ook gewoon op 22 graden. Oh, bij jou is gewoon overal 22 graden? 22 gewoon graden. Stabiel? Ja, standaard. Standaard? Ja, ja. Dus ik ben wel eigenlijk benieuwd wat de luisteraar... hoeveel graden bij de luisteraar thuis en in de auto's... of daar dus inderdaad daadwerkelijk ook verschil tussen... Ze kunnen reageren via de Instagram, hè? Zeker. Ja. Dat is eigenlijk een soort van vraag van vandaag. Ja. Eigenlijk toch? Ja. Ik hoop niet dat het net zo awkward wordt als zometeen. Wat? Nou, dat. Over Justin. Leek. Justin Leek, ja, ik snap hem nog steeds niet, jongens. Je snapt hem echt niet, hè? Nee, het is echt ongelooflijk. Het is echt heel bijzonder, dit. Justin Leek. Nee, wist je dat je op Justin Timber leek? Justin Timber leek. Het is niet grappig als je een grap uitlegt. En als diegene het volgens niet snapt en je moet het gewoon 3-4 keer uitleggen. Nee, maar het is gewoon grappig dat hij dit niet snapt. Nou ja, laat dan ook maar. Ja, is dit gewoon gelijk einde uur voor jou dan? Nou ja. Naar huis. Nee, dat was hem. Wie wil het er niet verder over hebben? Nee, maar waarom houdt Justin Timberlake niet van boswandelingen? Oh, hij heeft weer wat opgezocht. Waarom houdt Justin... Wat? Nog één keer. Waarom houdt Justin Timberlake niet van boswandelingen? Ja, dat zou ik echt niet weten. Dan moet je wel weten wat Timberlake heet. Betekent. Omdat hij bang is om in een Timberlake te veranderen. Houd. Wat een slechte mop. Ja, even een klein beetje spanning opbouwen. Nou, zeg dat. Want we waren net aan het teasen. Nou, zeg dat. Nou, zeg dat. Ja. Nee, we waren net aan het teasen. Dit is eigenlijk officieel nu het laatste uurtje van de Michael Barendse Journaalavond. Want vanaf volgende week gaan we verder met een nieuwe naam. Ja. En dat wordt nog wel een dingetje, hè? Dat gaat zeker een dingetje worden. Ik denk dat we eigenlijk even een boetepot moeten gaan maken. Wie dan nog de Michael Barendse Show zegt. Ja. Even een eurotje in de pot. Dat kunnen we doen. En gaat dan een goed doel? Ja, dat zou kunnen, ja. Ja? Jouw dieet of zo? Ja. Nee, Personal trainer. Personal trainer, inderdaad. Hè. Heb je misschien wel meer. Maar nee, dus vanaf volgende week zijn we natuurlijk wel gewoon nog op dezelfde plek, dezelfde tijd. Alles blijft eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. Alleen onder een nieuwe naam. Ja. Ja, hoe voelt dat? Nou ja, het... nog niet, nog niks. Nee? Misschien moeten we eerst een naam bekendmaken. Ja, zullen we hem even bekendmaken? Maar jij weet het al een tijdje. Ja, ik weet dat zeker. Ja. Jij ook, hè, want we hebben hem zelf bedacht. Maar de luisteraar die weet het nog niet. Dus bij deze... de nieuwe naam. Unity. Dit is de Michael en Ali Show. Vanaf volgende week is het niet meer de Michael Barendse Show... maar is het de Michael en Ali Show. Ja, hoe is het eigenlijk zo gekomen? Ja, jij wilde promotie. Ja. En ik was het een beetje zat, dat continu. Ja, Michael Barendse. Maar wel nog natuurlijk met producer John, hè? Ja, dat was even net iets te lang om in de tekst te verwerken. Ja. Want dan krijg je zeg maar de Michael en Ali Show met producer John op Unity met het nieuws van Sleutelstad. Ja. Ja, nou, dat kan je 3 keer per uur zeggen en dan is het uur voorbij. Ja. Maar goed, zonder Michael en Ali Show. Nee, ik moet het anders zeggen. Zonder John, geen Michael en Ali Show. Even nog één keertje. Zonder producer John, geen Michael en Ali Show. Dat is onzin. Ja, is dat onzin? Is dat onzin? Nee, dat is onzin. Nee, maar jij bent echt weer drijvend. Gaan we het niet over hebben. Wist jij trouwens dat je op John Davy leek? Oh, wat
wat een foute grap dit. Ja, verlies toch je kindje, heb ik het idee. Oh nee hoor, zeker niet. Nee hoor, last van mijn schouders. Had je een kindje bij? Ja. Nog een zorgkind. Ja, precies. Ik hoop dat deze wel zinnelijk is. De vraag van vandaag. Ik ken het moment misschien wel samen dat je met collega's bent en je weet even niet waar je het over moet hebben. Er is een hele leuke app en als je dan swipet, dan komt er een gesprekstarter tevoorschijn. Hey, wat is de beste grap die je ooit hebt gehoord? Ja, oké. Okay, ja. Nee, meerdere, maar capuchon. Nee, we hadden net eventjes een onderontje en dat was eigenlijk vanmiddag al begonnen met Elmar. We hadden het over de Michael en Ali show. En het was, ja, stel je voor dat het de Michael en Sean show wordt. Sean show, nou, dat klinkt als poncho. En daar gingen we even op door. En toen kwam op een gegeven moment, capuchon. Liever elke zaterdag over de rode loper of elke zaterdag in het joggingpak op de bank? Nou, wat denk jij dat ik kies? Hè? Lekker in je joggingpak op de rode loper. Nee, inderdaad. Jij bent niet meer zo van de sociale bezigheden. Hè? We beginnen allebei een beetje oud te worden. Hè? Merk ja, ik merk het wel, inderdaad. Ja. En toevallig had ik het daar van de week met mijn vrouw over, Danique. Je hebt, zeg maar, op een gegeven moment een soort fase. Alleen maar stappen en drinken. Ja. Dan komt er een fase dat je het allemaal even een beetje zat bent. En dan begint je midlife-crisis-achtige vibe. En dan koop je een cabrio. Dan koop je een cabrio, maar dan ga je ook in één keer weer iedere week wijn drinken met vrienden en weet ik wat allemaal. Ja, en dan ga je naar bepaalde feestjes, ja, waar ook alleen maar wijn wordt gedronken. Juist. De rosé-moedertjes. De rosé-moedertjes, inderdaad. Dat soort feestjes, inderdaad. Maar die fase die komt er dus aan, zeg maar. Dus wij zitten nu in een soort tussenfase. Misschien kunnen we zo meteen... Nou ja, dus het wordt beter, begrijp ik. Nou, dat kunnen we zo meteen even aan Sean vragen, want die zit natuurlijk al in de volgende leeftijdscategorie. Dus we kunnen even zo meteen aan Sean vragen hoe het dan is om een rosé-moedertje te zijn. Toch? Ja, jij bent even in onze Instagram gedoken. Ja. Want we hadden natuurlijk net gevraagd van, ja, is het eigenlijk normaal wat Sean en Ali doen? Qua temperatuur, minimaal 23, 24, soms 28 graden in je auto. Of is het normaler wat, nou ja, in dit geval ik dan, Michael, doe? 20 graden. Ja, een greep uit de reacties. Rashid reageert. Nou, ik denk dat de ideale temperatuur voor mij rond de 20 graden inderdaad ligt. Kijk. Niet te warm, niet te koud, gewoon lekker comfortabel. Kijk, met Rashid kan je gewoon een goed gesprek voeren. Ja, dus. Dat komt gelijk over als een intelligente jongeman die verstand heeft van zaken. Oh ja? Ja. Als ik dat zo even mag inschatten, dan denk ik dat... daar kan ik me wel mee identificeren. En wat vind je dan van Connie? Want zij reageert... Ik ben meer een warm weerpersoon, dus geef mij maar een gezellige 25 graden. Dan voel ik me op mijn best. Succes met de show, jongens. Ja, dat kon niet. Nee, dat kan niet. Nee, maar ik ben het inderdaad wel met Connie eens, hoor. Ja, maar warm weer... Ja. Een verwarming is toch geen warm weer? Dat is lekker comfortabel. Comfortabel? Dat je de hele tijd hebt te zweten en weet ik het allemaal voor ellende? Nee, maar wist je dat vrouwen het sneller koud hebben? Ja, joh. Nee, no shit, Sherlock. Ja. Vrouwen en Sean. Vrouwen en Sean? Ja, Sean heeft het ook altijd koud. Nou, jongens, dat was hem dan, hè? De laatste. De laatste van een, hoe zullen we het noemen, een epische reeks? Van een tijdperk. Een tijdperk, ja. Praat je me nou gewoon weer naast, Sean? Nee, ik wil het ook zeggen. Oh. Nee, jullie zijn, zeg maar, vier handen op twee hele grote buiken. Ja. Dan was het even een klein beetje te wennen voor volgende week. Unity. Dit is de Michael en Ali Show. Ja, dit went wel, toch? Ja, klinkt goed, hè? Ja. Maar dat komt eigenlijk gewoon omdat het zijn dezelfde klanken, zeg maar. Michael Barendse, Michael en Ali. Weet je, het bekt hetzelfde. Ja, en het blijft ook hetzelfde. Gewoon net zoveel onzin en gezelligheid. Nou ja, misschien nog wel meer onzin, maar... Dat kan Jut en Jul kunnen doen, toch? Wat? Jut en Jul. Jut en Jul? Oké. Nee, capuchon. Daar moeten we een knopje van maken. Ja, capuchon. Onder een knop. En dat er uitermate ook zo'n capuchon bij hem opgaat. Volgende week zijn we dus weer. Dan is het alweer ondertussen 6 februari. 2024 vliegt ook alweer voorbij, hè? Ja. Ik heb altijd die eerste maand van een jaar, dat gaat zo snel. Ja, Valentijnsdag komt er ook wel weer aan, hè? Ja, ga je wat doen? Zo. Wat? Ga je wat doen? Ik hoor je niet. Volgende week zijn we dus weer gewoon van 7 tot 9. Niet met de nieuwe Michael Barendse show, maar met... Michael en Ali show. Unity. Dit is de Michael en Ali show.